Renault Antwerpen. De auto's van stad. Om dit boek te laten signeren zakten vandaag tientallen vrouwen en meisjes naar de FNAC af. Eerder gingen er ook al duizenden exemplaren van over de toonbank. Allemaal rokjes is dan ook een echte naaibijbel. In het boek staan allemaal rokjes, uiteraard. Met alle patronen, met alle handleidingen, met alle foto's. Heel veel kleur, heel veel... Alles wat u moet in huis hebben om rokjes te kunnen maken. Madame Zaza is een 32-jarige huisvrouw uit de Kempen. Haar succesverhaal begon met een blog op het internet. Ik vertelde haar over dingen die ik maakte en een moestuin en koken en zo, het dagelijks leven van een huisvrouw eigenlijk met één kind. En dat is zo gegroeid. En op den duur heeft iemand dat opgepikt dat ik rokjes maakte. En hebben ze mij gevraagd wat ik misschien een boek over rokjes zou willen maken. Omdat de rokjes van Madame Zaza zo makkelijk te maken zijn, zijn ze populair bij jong en oud. Ja, je herkent u daar ook wel in die blog. Zo. En ik denk dat dat vooral het succes heeft van, dat is iemand gelijk ons en daar, dan kunnen wij dat ook wel. Maar volgens de fans is de naaihype ook voor mannen een goede zaak. Mannen kunnen kijken naar de mooie rokjes. Hè. En ik denk dat die dat wel positief vinden, dat vrouwen met mooie rokjes in de zomer gaan rondlopen. Ja, dus.